1 mei, feest van de arbeid en van de socialisten, maar pas sinds een wet van 47 een vrije dag. Dit is Antwerpen in 1933. De optocht gaat dan tegen crisis en fascisme. De andere leuzen lijken op die van vandaag, alleen zijn de stoeten nu veel minder lang. Eisen voor werktijdverkorting tot een 40-urige werkweek. Daarnaast oproepen voor strijd tegen het fascisme. En natuurlijk ook specifieke eisen rondom de economische en sociale crisis van de jaren 30. Geen loonsvermindering in de crisistijd. En geen afbreuk aan de sociale zekerheid. In 1933 lopen de socialisten trouwens ook op de eerste rij om te waarschuwen tegen fascist en nationaalsocialist Hitler, die nog maar pas in Duitsland de macht in handen heeft genomen.